Het lijkt misschien op een buitensportklas, maar het is een demonstratie. Voor het gemeentehuis van Oostgeest protesteert fitnessclub Yenergy tegen de houding van de gemeente. Het zit al langer niet lekker tussen de twee partijen, maar het ontbreken van een vergunning voor een nieuwe tussenvloer is nu de druppel. Ik heb een nieuwe heup, net deze zomer. Ik had heel graag willen gebruik maken van de instrumenten die op haar tussenvloer staan. Dat kan ik niet. En meerdere andere sporten had ik willen doen binnen. Kan niet. En dus de gemeente zit ons ook heel erg persoonlijk in de weg. Wat doet dat met u? Nou, dat vind ik heel irritant. Dus ik word boos. En als ik boos word, dan ga ik jij niet helpen. Ja, we hebben geprotesteerd omdat afgelopen anderhalf jaar zitten we in enorme problemen met gemeente, eigenlijk met één wethouder. En al die gedoe en dat was al die problemen waren gebaseerd eigenlijk op één fout, een administratieve fout waar sport was weggehaald. Sport stond eerst wel in het bestemmingsplan voor Poelgeest, maar sinds 2017 niet meer. Dat is alleen niet de reden dat de tussenvloer dicht moet blijven. Het ontbreekt simpelweg aan een vergunning. Die was niet aangevraagd en daarom wordt er achteraf gekeken of de constructie kan blijven staan. De brandweer moet nog zijn eindrapport maken, maar die gaat niet veel aanvullende eisen stellen. De omgevingsdienst gaat waarschijnlijk eisen stellen aan het gebruik van de vloer in verband met geluidoverlast van de bovenburen. En voor het parkeren kunnen we waarschijnlijk niet de goede oplossing vinden. En daarom wil de wethouder, met goedkeuring van de raad, daar een uitzondering voor maken. Zo zou het al binnen een maand geregeld kunnen zijn. Wij helpen de sportschool enorm op dit gebied. Helaas is het zo dat dat lastig uit te leggen is, ook aan deze mensen. Maar dat komt ook omdat zijn berichtgeving door Yenergy aan deze mensen nogal anders is geweest. Hoe moet dit nou verder? Dat weet ik niet. Het is heel een moeilijke situatie en vandaag had ik ook sterk gevoel dat gaat niet veranderen. Het ligt ook aan u. Ja. Het is niet zo. Aan uw duidelijkheid. Een belangrijk deel onvolledige informatie.